Een normale stad die dat er al hebben. Ja, waar zijn jullie dan? Ik weet niet. Geen tent hier. Dat is weggejagen gisteren. Ja, mijn navigatie staat denk ik niet goed. Nee, die stond heel, dat weet ik zeker. Ja, ik ook. Maar ja, gisteren nog wel, vandaag niet meer. Mag wel kosten. Wat is in een frikken nou? Gas geven! Jongen, jongen, het lijkt de aandrijf als van Ice Show wel. Ik breek het ook altijd af. 25! Kunnen we jou in ieder geval niet zeggen dat je het juist hout gesneden bent? Ik zou er nu niet bij de Lits en Blazen een oplicht mee laten doen. Wagenbouwers FM. De keuringsdienst van Wagen. Nou, waar ik bij de inner dus gewoon letterlijk bijna naar binnen getild word. Zo enthousiast zijn ze. Kom ik hier staan. Hij heeft een afspraak gemaakt bij Gewitte Toy Nooit niet. En op welke dag had je dat gedaan? Niet vandaag, maar gisteren. En gisteren waren wij er niet. En wat denken ze bij Gewitte Nooit niet? We ruimen gewoon heel de reut met teut op. En we breken die tent af, doen niet mee met de opdracht. En ze hebben gewoon gezegd van zoek het maar uit. Vorig jaar hadden ze die onderwatercamera. En die gingen s'avonds naar de tent, jongen, die dachten dat ze de eerste prijs al binnen hadden. Want toen werden ze een mooie zesde. Een kaart, jongen, een fluitconcert, niet normaal. Ze hebben die tent verzet, dat zal een duur geintje geweest zijn, denk ik, want het is een hele wandeling. Maar wat kost het weer hier gewoon? Hier komt de wagen dus in te liggen, zo te zien. Ze zijn al volop bezig met opruimen, kijk maar. Ik ben benieuwd, zal die wel een grote zooi zijn of de wagen wordt helemaal niks. Nou, volgens mij hebben ze al een keer een testritje gemaakt, zo te zien. Die wagen ligt al voor de helft uit elkaar. Ja, brokkelt nou al af. Brokkelt nou al af, mag niks kosten. Ik durf er bijna niet aan te raken. Als je dat ziet, hier, de groene aanslag zit er al op. Volgens mij is die tent zo lekker zo zeef. Ja, dat allemaal moeten, ja. Ongelooflijk. Stinkt hier ook. De lekkage die ze hier in de tent hebben, kunnen we zien aan de regentonnen die ze er overal hebben nageplaatst om het water toch goed af te laten voeren. Maar nog weinig succes tot nu toe. Lijkt wel meer het Nederlands kampioenschap dammen of zo als je hier gaan doen. Alleen al zonder damstenen of schaken of oude ambacht ooit met de weg naar boven. Had ook zo'n prachtige wagen. We doen dat gewoon even een half uurtje. Dus Doha, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Nou, dit is ook wel bijzonder. Dit heb ik nog bij geen één andere groep gezien. Voorspel en win. Je kan dus op welke plaats geweten in het algemeen klassement gaan eindigen. Nou, ze zijn dus allemaal best vol van zichzelf. Als ik zo naar de wagen kijk, gaat niemand hier de voorspelling goed hebben. Die plaatsen die zou ik overal nog een eentje voorzetten. Dan hebben ze misschien meer kans. Vetvrij, zoals je ziet. Bijna net zo vetvrij als ik. Dat is een excuus om in ieder geval niet thuis tegen mama te zeggen dat hij aan de wijn gezeten heeft. Dus hij had gewoon de etiketten eraf. Ze hebben al flink zitten oefenen volgens mij. Dus ik denk dat we maar eens gaan spijkers slaan. Ik denk dat hij in 3 slagen erin gaat als ik het hier zo bekijk. Mijn rug. Volgens mij staat het record op een stuk of 100. Dus hier hebben we een hamer. Nou, het valt me niks tegen. Een keer of 20. Dames en heren, dit waren Ruud en Ivar vanaf Gewitte Toy Nooit Niet. Tot morgen weer. Vond niks pas. Het dambord ben. Ik weet het nog niet. Wordt helemaal niks. Ik denk dat ze met Seizo uit gaan maken wie er. Nee, niet met Seizo, die had trouwens wel verzoenlijk. Ik denk dat ze me iets gek kunnen uitmaken wie er 14 of 15 hoort. De Keuringsdienst van Wagen. Wagenbouwers FM.